Ik ben Rosmarijn van den Broeke. Ik ben prof aan de Universiteit Gent en ook groepsleider aan het VIB. Het onderzoek in mijn team focust eigenlijk vooral op de hersenen. En als je kijkt naar de hersenen, weet iedereen dat die beschermd zijn door de schedel. En dat zorgt voor bescherming tegen een impact, zoals een klap op het hoofd. Maar die bescherming is eigenlijk niet genoeg om onze hersenen echt goed te beschermen. Vandaar dat er ook nog allerlei zaken in de hersenen zitten die extra bescherming geven. En als je naar de hersenen kijkt, dan zitten die vol met bloedvaten. En die bloedvaten zorgen ervoor dat voedingsstoffen in de hersenen kunnen terechtkomen. Maar toch zou het gevaarlijk zijn, moest alles zomaar vanuit het bloed in de hersenen kunnen terechtkomen. Dus vandaar dat er tussen het bloed en de hersenen een muur zit, een muur die heel goed aan elkaar kleeft en die ervoor zorgt dat niets zomaar doorheen die muur kan, want anders zouden de hersenen beschadigd kunnen worden. In ons team hebben we eigenlijk drie grote onderzoekslijnen. En in de eerste onderzoekslijn zijn we geïnteresseerd wat er fout loopt bij die muur in bepaalde ziektes. Bijvoorbeeld bij veroudering, dan gaat die muur een beetje versleten geraken en gaat die eigenlijk niet zo goed mee werken en gaan er allerlei processen in de hersenen beïnvloed worden. Maar ook bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer kan het af en toe fout lopen in die muur. En wij proberen dat te bestuderen om dan eventueel nieuwe behandelingen te vinden voor deze aandoeningen. Een tweede iets waar we onderzoek naar doen is eigenlijk hoe onze darmen communiceren met de hersenen. En natuurlijk, onze darmen zitten vol met bacteriën, dus we zijn heel erg geïnteresseerd in hoe deze bacteriën onze hersenen kunnen beïnvloeden. Opnieuw bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, daar is geweten dat onze darmen een heel belangrijke rol spelen in het ziekteverloop. En we proberen nu uit te zoeken in hoeverre we kunnen die bacteriële samenstelling in de darmen veranderen in de hoop van zo de ziekte te verbeteren of eventueel zelfs te genezen. En tenslotte proberen we ook alle kennis dat we verzamelen rond die muur en wat er gebeurt van transport van bijvoorbeeld voedingsstoffen over die muur, proberen we die kennis te gebruiken om ook geneesmiddelen in de hersenen te brengen. Want een groot probleem bij hersenaandoeningen is dat deze geneesmiddelen bijna niet door die muur geraken en dus de hersenen, de plaats waar ze moeten kunnen werken, kunnen bereiken. Dus door die kennis dat we verzamelen, proberen we geneesmiddelen wel door de muur te krijgen en zo eventueel neurologische ziektes te genezen. Het is natuurlijk zo dat om een onderzoeksteam te hebben en het onderzoek te kunnen doen, dat je heel veel fondsen moet kunnen verzamelen om het mogelijk te maken. Dus ik ben al heel lang heel erg geïnteresseerd in alles dat te maken heeft met wetenschapsbeleid. Dus hoe fondsen verdeeld worden, welk onderzoek gesteund wordt. En dat is een van de redenen dat ik erg geïnteresseerd ben in de jonge academie. En anderzijds ben ik ook al heel lang bezig met alles dat te maken heeft met wetenschapscommunicatie, zoals presentaties geven voor publiek, scholen bezoeken bijvoorbeeld, lagere school, middelbare school, om zo kinderen enthousiast te maken voor wetenschap. Dus dat is mijn grootste interesse en waar ik mij wil voor inzetten bij de jonge academie.